Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag donderdag 17 mei. En ja, ik ga vandaag naar Antwerpen met mijn moeder. Want dat was een cadeautje van mij voor moederdag. En we blijven daar dus ook overnachten. En het is nu nog best wel vroeg. Het is namelijk nog 9 uur 's ochtends. Dus we gaan zo meteen lekker broodjes halen. En dan gaan we naar Antwerpen rijden. En we zitten echt in een super mooi hotel. Echt midden in de stad. Dus daar ben ik super blij mee. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En even abonneert op mijn kanaal. En als je het leuk vindt, kan je ook mijn Instagram en mijn Snapchat in de gaten houden. Want daar plaats ik best wel veel dingen op. Dus dan gaan we lekker beginnen met de video. Ook al gaan we maar één dag. Ik heb toch een klein koffertje mee, want dat was wat makkelijker. Want we kunnen niet parkeren bij het hotel, dus we moeten een stukje lopen. Dus ik dacht, een koffertje is wel makkelijk. En we gaan nu lekker broodjes halen. En dan gaan we naar Antwerpen toe. En ik heb er echt super veel zin in. Want ik ben nog nooit in Antwerpen geweest. We zitten in de auto. Mijn moeder is even aan het tanken. Die zag je daar. En dan gaan we nog even broodjes halen. En dan gaan we naar Antwerpen rijden. Het is maar 1,5 uur. Dus dat valt super erg mee. En het is nog lekker vroeg. Dus we hebben de hele dag voor ons. En morgen ook nog. Dus daar heb ik super veel zin in. Dus we gaan even lekker tanken. En iedereen zit me aan te kijken. Omdat ik aan het vloggen ben. Weet ik nu wel. Oké, wij zijn in Antwerpen. Yay! En we wilden heel graag gratis parkeren. Dus we hebben net, denk ik, 20 minuten. Minstens. Gevochten, gestreden voor een gratis plek. Yay. Maar het is gelukt. We hebben een hele mooie plek. En we hebben een klein koffertje. En we gaan nu naar het hotel lopen. En het is ongeveer een kwartiertje lopen. Door de stad. Door de stad. Dus dan kunnen we ons wel even spotten. Ja. Oké, we zijn in het hotel. En we zitten in dit hotel, Hotello Cathedraal. Want precies op dit plein. En daar zit al de kathedraal. En ik zal even snel de kamer laten zien. We konden er gelukkig al in. Ja, we konden gewoon al gelijk de kamer in. Want er stond toch op de site 3 uur? Ja. Toch? Of stond dat er niet? Oké. Wacht. Mam, je moet even snel van de wc, want ik ga even een roomtour geven. Oké. Oké, zo kom je dus binnen. Zo. Zo kom je binnen. Heb je een bankje, onze koffers, waterkoker. Zo, we hebben 2 tv's. Een leuk bureautje, spiegeltje. Het is wel klein, maar wel schattig. En dan hebben we hier onze slaapkamer. Nog een tv. Met een glazen douche. Met de wc. Nou, het ziet er wel heel mooi uit. En we hebben deze douche. Met zo'n regendouche. Vind je dat? Nog een spiegel. Nog een spiegel. Ik vind het wel mooi. Ik vind alleen jammer het uitzicht. Als we uit het hotel lopen. Dit is het hotel. Dan zien we gelijk dit. Dus dat is wel heel erg mooi. Wij hebben lekkere Vlaamse frietjes gehaald. Zo, het kind viel bijna van de fiets. En we zitten lekker in de zon onze frietjes te eten. En wat gaan we hierna doen? Iets drinken. Ja. Nou, ik ben even een beetje op vakantie aan het kijken. En ik heb als eerst dit op, maar die vind ik heel lelijk. Dus die was er niet. En deze, die hangt nu een beetje raar. Maar deze is heel leuk, dus die ga ik nemen. Zo, ik was vergeten dat ik die lipstick had opgedaan. Oké, wij zijn even aan het winkelen en we lopen nu door de winkelstraat. En we hebben al een paar leuke dingetjes gekocht, maar dat ga ik allemaal op het einde nog aan jullie laten zien. Maar we gaan nu eerst eventjes lekker wat drinken. En ja,
We gaan waarschijnlijk morgen even alle gebouwen en zo bekijken. Maar we zitten zo diep in het centrum dat het eigenlijk gewoon echt niet uitmaakt. Alles zit bij elkaar. Ja. Wij zijn lekker een drankje aan het doen en het is hier super mooi. En daar zit gewoon de winkelstraat. En wij hebben dit gevonden. Nou, mama heeft dit gevonden. Zijn niet eens je eigen wenkbrauwen? Nou, het zijn wel mijn eigen wenkbrauwen. Ze zijn wel heel erg ingekleurd. Ingekleurd? Waar heb je het over? Op je wenkbrauwen. Je kan ze ook verven. Ja, maar dan verf je alleen het haar. Zou kijken wat mensen eigenlijk hadden gezegd van wat leuk was om naartoe te gaan. Goed. Oké, ik ga kijken. Ik kreeg wel echt serieus een paar berichten. Ook dat restaurantje. Maar we moeten naar het station, toch? Oh ja, we moeten ook nog naar het station. Zit dat ver weg? Nee. Dat weet ik niet. Ik heb het kaartje bij me. Morgen kunnen we ook even kijken. Ja. Kijken. Of, oké, we zitten nu in de Unique. Ik weet niet precies hoe dit heet. We moeten dus allemaal kleren aan passen. En we hebben al best wel veel dingen gekocht. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook echt hele leuke dingen gekocht. En ik ben nu even aan het wachten op mijn moeder klaar is. En het is ook al weer 4:15. En we gaan vanavond lekker eten. Maar Antwerpen is echt een hele erg tip. Als je leuk zoekt om te gaan winkelen. Want het is echt super handig. Het zit allemaal dicht bij elkaar. Maar ja, het ziet er ook gewoon allemaal leuk uit. En het is ook leuk om foto's te maken. Oké, wij zijn weer terug op de hotelkamer. En het is nu 6:30 of zo. En we hebben de hele dag leuke dingen gedaan en gewinkeld. En we zijn heel goed geslaagd, toch? Echt wel? Heel erg. Ik ben er blij mee. Ik ben er ook heel blij mee. Ik ga nog wel even laten zien wat ik heb gekocht. Maar dat doe ik nu niet. En we hebben ook even wat dingen in de supermarkt gekocht. Zoals even wat chippies voor vanavond. En chocoladekoekjes. En we gaan nu even omkleden, want we gaan zo meteen gaan we lekker iets van Italiaans of zo eten. Ik weet niet wat ik van dit haarbandje vind, omdat mijn haar niet helemaal stijl is. Maar misschien moet je het gewoon niet doen. Hoezo niet? Vind je een haarbandje niet leuk? Nou, niet voor zo'n 's avonds, zeg maar. Voor wat dan? Voor het uitgaan? Nee, dat niet. Voor wat dan? Ja. Dan doe ik hem uit. Op het strand. Nou, bedankt. Echt wel. Oh ja, deze trui is van de Forever 21. En mijn broek is van de Sting. En wij gaan nu eten. Wij zijn uit het hotel. We gaan nu wat eten. Eerst nog een paar foto's maken en dan gaan we lekker eten. En we hebben echt heel erg zin in pasta. Dus dat gaan we lekker eten. Oeh, dat is lekker veel. Lekker. Oké, we hebben net lekker gegeten. We hebben allebei pasta op en het was heel erg lekker, toch? Heerlijk. Alleen het was wel een beetje veel. Het was een beetje heel erg veel. En we gaan nu even naar het Centraal Station lopen. Want in Antwerpen is die heel erg mooi. Toch een van de mooiste. Ja, bezienswaardigheid. Ja, dus daar gaan we even heen en we moeten nog hoe lang lopen? 20 minuutjes. Nee, helemaal niet. Oh, nu? 15. 15 minuten en dan zijn we er. En dan gaan we even. GT. Maar het is wel een beetje koud. Oké, we zijn nu bij het station. Het is echt heel mooi.
mooiste station dat ik ooit heb gezien. Toch? Eigenlijk wel, ja. Het is ook lekker rustig, dus je kan gewoon... Spanje, nee, maar waarom heet? We zijn hier naast het station. Dat is ook heel mooi. Waar dan? Nee joh. In Londen zeker. Valencia. Oh, maar daar ben ik niet geweest. Nee. Zo, maar. Oké, we zitten in het Reuzenrad. Oh ja, wacht, ik ga even het uitzicht filmen. Kijk, allebei de die telefoon. We hebben niks te zien, we hebben alles gefilmd. Oeh. En met station. Oeh, ik vind het best raar. Hij gaat best snel eigenlijk. Oh, godverdomme. Oh, mom. Oh, dit is leuk. Dit is leuk. Heel raar. Dat gaat wel hoog, zeg. Oeh. Oh, mom. Wow, we hebben het precies met zonsondergang. Oeh. Wat mooi. Ja, dat is wel mooi. Maar ik vind eigenlijk helemaal niks. We zijn niet. Oh, ja. Oh, mom. Ah, ja, maar kan ik je wel niet weten. Maar... Leuk. Ik vind het echt mooi. Heel lekker. Ik eens lekker. Lekkere gin tonic. Ja, nee, ik schenk hem zelf wel in hoor. Het zijn ook mooie glazen. Ja, dat hoort. Wij zijn weer terug op de hotelkamer. We hebben net even. Ben ik scherp? Ja. We hebben net even een gin tonic gedronken. En ja, we zijn best wel moe en onze voeten doen pijn. Ja, was heel lekker. Ons welkomstdrankje die we hebben gekregen. En we gaan nu lekker op bed liggen. Filmpjes kijken, tv kijken. We hebben toch twee tv's, dus ja. Dat komt wel goed. En ik weet nog niet of ik de vlog van morgen eraan plak. Of dat ik het apart film. Want ik weet niet hoeveel ik vandaag heb gefilmd. Maar heel erg bedankt voor het kijken. En als je het leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie of morgen weer of bij een nieuwe video. Doei doeg!